Mensen, wat maakt het mij ongelooflijk trots om jullie hier te zien. Met zoveel, jong en oud, vrouw en man, zo divers als het Nederland van deze eeuw. We zijn hier vandaag met meer dan 1000 mensen. 1000 mensen die zich willen inzetten voor een beter Nederland. 1000 mensen die daarmee in onze traditie staan. Een traditie van samen strijden voor verbetering. En weet u wat gek is? Geen van ons, niemand van ons, is helemaal self-made. We kunnen het alleen maar met elkaar. Ik zou u willen vragen om in gedachten terug te gaan naar die ene leraar, die ene meester of juf die voor jou belangrijk was. Die ene die zei, ja, maar jij bent wel bijzonder. Jij kunt wat, jij kunt meer. Die jou het geloof gaf, waardoor je inderdaad begon te groeien. En we hebben allemaal zo iemand in ons verleden, in ons leven. En dan weet je wat de impact is van een goede onderwijzer. Maar nu wordt het ook tijd om wat terug te doen. Nu wordt het tijd dat die leraren voelen dat wij achter hen staan. 15 maart, grote onderwijsstaking. Dan zal onze Partij van de Arbeid, zij aan zij, met het onderwijs opkomen voor een betere toekomst voor alle kinderen. En sommigen van jullie zullen dat denk ik ook kennen. Het bijzondere, meest kostbare gebaar. Soms is het een hand op een hand of op een schouder. Waarmee een verpleegkundige kan zorgen dat iemand zich mens blijft voelen. Ook in de weken of de dagen dat de dood nadert. Dat is het allerbijzonderste wat je iemand kan geven. Mens zijn tussen andere mensen, als je super kwetsbaar bent. En dat is waarom de werkers in de zorg altijd op de Partij van de Arbeid moeten kunnen blijven rekenen. En weet u, met de werkers in de zorg, met de onderwijzers, met al die mensen in deze zaal en daarbuiten, zijn zo ontzettend veel mensen die iedere dag hun best doen om Nederland mooier te maken. Maar wat zij tegen mij zeggen, waar zij een beetje genoeg van krijgen, is dat het zo vaak lijkt alsof degene met de grootste bek of het meeste geld altijd maar wint. Dat het zo langzamerhand lijkt alsof het maximeren van de winst boven het maximeren van geluk gaat. Dat het groot kapitaal het steeds meer voor het zeggen lijkt te hebben in ons mooie land. Ja, het wordt dan gezegd, het is nou eenmaal zo, wend er maar aan, zo werkt de markt, zo zit het in elkaar. Maar is dat nou zo? Moeten we dat eigenlijk geloven? Ons antwoord moet zijn nee. De maakbaarheid van deze samenleving is veel groter dan de gemiddelde VVD'er je zou willen wijsmaken. Dit land maken we samen. We maken die politieke keuzes samen. En dat kan. En sterker nog, als het ooit kon, dan kan het nu. Er is in de afgelopen 40 jaar geen kabinet geweest dat kon beginnen onder gunstiger economische omstandigheden dan het huidige kabinet. 40 jaar. En dan stel ik de vraag, hoe gaat het kabinet Rutte 3 daarmee om? Wat zien we dan? Wat voor rapportcijfer hoort daarbij? Wat zien we? We zien een vechtcoalitie. Een kibbelcoalitie, meer bezig met de verschillen in de krant dan de mensen in het land. We zien een wegkijkcoalitie. Een coalitie die met allerlei dingen bezig is, maar niet met de problemen van heel veel gewone Nederlanders. En we zien een coalitie van en voor het grote geld. En hier geldt het oude gezegde, ik geloof dat het van Gary Lineker is. Rutte 3 is een wedstrijd van 4 partijen en 24 bewindspersonen. En aan het einde van de wedstrijd wint altijd de Zuidas. Het is echt zo, ga maar even na, bedenk maar even de grootste prestaties van dit kabinet tot nu toe.
Ik zie dat het redelijk stil is, maar ik... Zeker, ze hebben het referendum afgeschaft. Ja, heel knap. Er is iemand enthousiast. Zeker, ze hebben de BTW verhoogd. De boodschappen zijn duurder geworden. Is ook gelukt, ja. Maar het belangrijkste is toch 4 miljard cadeau in verlaging van de winstbelasting voor bedrijven. Het is ook mooi samengevat waar het hart van deze coalitie ligt. De briljante cartoon van Tom, misschien herinner je hem. Er wordt aangebeld. Een man doet open. Daar staat Rutte met een collectebus. Schat, het is voor de multinationals. Maar mijn boodschap aan dit kabinet. Kies nu voor de mensen. Kies nu voor de mensen of je verliest alle steun. Kies nu voor onze gezamenlijke toekomst of jullie zijn binnenkort verleden tijd. Ga aan de slag of ga uit de weg, want de Partij van de Arbeid komt eraan. Ja. En onze Partij van de Arbeid gaat geen steun, ik herhaal, geen steun bieden aan slechte plannen van dit kabinet. En er komt een geweldige kans aan. Er komt een geweldige kans aan om in maart met z'n allen een boodschap te geven. Een signaal af te geven. Een signaal dat we het anders willen. Een boodschap aan dit kabinet door links groot te maken. Door de Partij van de Arbeid groot te maken. Door de meerderheid af te nemen van dit kabinet. Een boodschap van verandering. Een boodschap voor de mensen. En om het samen te vatten, want dat schijnt het enige te zijn waar die wel naar luistert. In een sms... Mensen boven multinationals. En wij gaan dat doen. Wij gaan dat doen. En het kan ook nu. En het moet ook nu. En we zijn het aan onze stand verplicht om die verandering te brengen. Wij zijn de Partij van de Arbeid. En we moeten het doen voor iemand als juf Liesbeth, die ik tegenkwam op campagne in Hoofddorp. En die me vertelde dat ze bij een school was gaan werken die in een moeilijke wijk stond. Waarbij de kinderen eigenlijk alle aandacht extra hard nodig hebben. En zij vond het werk fantastisch om te doen. Maar ze vertelde ook dat daar het lerarentekort eigenlijk het hardste aankomt. Omdat leraren kunnen kiezen waar ze willen werken en niet iedereen die keuze maakt. Dus dat betekent dat die school het meest kwetsbaar is om straks een 4-daagse schoolweek te gaan invoeren. Zoals we dat al zien op sommige plekken. En als je deze kinderen een dag school afneemt, dan zijn we in dit rijke land een generatie op weg aan het zuren met een toekomst die niet eerlijk is. Dat mogen we niet laten gebeuren. Haar droom is juist ieder kind de aandacht geven die het verdient. En als het ooit kan, dan kan het nu. Dan kunnen we daar nu voor kiezen. En dan kunnen we daar nu voor kiezen door in maart Partij van de Arbeid te stemmen. En als het kan, dan moet het. En dan moet het ook nu. Voor Karel. Karel is een man die ik heb ontmoet omdat hij boos op me was. Dan zou je zeggen, dat zijn er wel meer. Ook waar. Maar hij had een brief geschreven die viral ging, waarin hij beschreef hoe hij op zijn 14e was begonnen met werken in de vleesindustrie in Deventer. Al die jaren keihard had gewerkt rond het minimumloon. Niet arm genoeg voor toeslagen en zeker niet rijk genoeg om je zeker te voelen. Op zijn 14e begonnen, nu moest hij nog 7 jaar en hij was boos. Hij was boos op mij vanwege wat we in Rutte 2 hebben gedaan met pensioenleeftijd. Hij was boos op Rutte 3 vanwege de BTW. En toch vond hij dat wij er wat aan moesten doen. En ik vind dat Karel, net als al die andere hardwerkende Nederlanders, net zoveel recht heeft op een onbezorgde oude dag als de mensen die het wel allemaal makkelijk zelf kunnen regelen. En dan zien we een kabinet dat een pensioenakkoord, bam, in scherf uiteen laat vallen. He, met je vaasje. Terwijl het kan. Terwijl het kan. Terwijl de vakbeweging bereid is heel ver te gaan. Terwijl het een moment is om het zo te regelen dat alle Nederlanders die hard gewerkt hebben op een gegeven moment zeker kunnen zijn van een ontspannen oude dag.
dat je het zo kan doen dat ook meer mensen beschermd worden door dat pensioen dan nu het geval is. Dat je rekening houdt met de zware beroepen. 2 weken na het klappen van dat pensioenakkoord was ik op de Maasvlakte. Daar was een actie van de havenarbeiders en politiemensen en de vervoerders. Mensen die vaak in ploegendiensten werken, vaak 's nachts. Die stonden ook letterlijk met de vegen op hun handen. En die zeiden, wat gaan we nou doen? Wat gaan we nou doen? Wat gaat er nou gebeuren? Want er komen kortingen op ons af. Dus mijn boodschap aan het kabinet is echt, kom terug aan tafel. Klim uit die loopgraven. Neem Wopke Hoekstra, hou hem een tijdje onder water. Of in een wak in deze tijd, niet te lang. En kom terug en laten we dit regelen. Het kan nu, dus het moet ook nu. Ik zeg ook dat het moet voor Stefan. Stefan heb ik gisteren ontmoet. Dat is een jongen van, jonge man moet ik zeggen, van bijna 30 die nog bij zijn ouders woont. En dat is niet omdat hij dat zo gezellig vindt. Ook al leek het mij hele aardige ouders. Maar dat is omdat er geen woning te krijgen is. Stefan woont in Amstelveen. En in Amstelveen zijn best veel woningen, maar die gaan naar de mensen met de expertregeling. En er ligt een grote lap grond die door een projectontwikkelaar is gekocht. En wat hij vraagt is niet zo gek. Betaalbare woningen. Maar als ze toestaan dat woningen beleggingsobjecten zijn, als ze toestaan dat medicijnen beleggingsobjecten zijn, jullie hebben gezien, Erasmus Universiteit vindt een kankermedicijn uit. Het wordt gekocht door een bedrijf. Het wordt 6 keer zo duur. Als ze dat toestaan, ja, dan worden mensen boos. En Stefan verdient het dat we weer zelf gaan bouwen. Dat het weer volkshuisvesting wordt in plaats van monopolie voor beleggers. Hij verdient het dat we de ontwikkelaars onteigenen als ze niet bouwen. Maar je kan het rechts al horen zeggen. Of Wopke als hij boven komt uit het vak. Hoe gaan we dat dan betalen? Er is geen geld voor. Dat kan helemaal niet. En toch is dat vreemd. Hoe kan het eigenlijk dat we met z'n allen steeds meer lasten zijn gaan betalen? En dat toch dit soort essentiële, eigenlijk hele gewone, normale dingen niet meer bereikbaar zijn voor iedereen. Hoe kan dat eigenlijk? En is er dan echt geen alternatief voor dat keurslijf waar we blijkbaar met z'n allen in zitten? En onze boodschap moet zijn, jazeker, dat alternatief is er wel. Als we willen, als we durven te kiezen voor een nieuwe koers, als we durven te kiezen om eerlijker om te gaan met het geld, als we ook durven te zorgen dat iedereen in Nederland weer gaat bijdragen. Dan heb ik het niet over jullie. Dan heb ik het niet over al die mensen die netjes hun belasting betalen. Ik heb het over de grote bedrijven. De grote bedrijven in dit land zijn meer dan welkom. Van harte welkom. Maar wel op voorwaarde dat ze netjes belasting betalen. Dat ze zich aan de wetten houden in plaats van ons de wetten voorschrijven. Want dat is nu aan de gang. Dat geldt voor Google, Facebook, Apple. Maar het geldt ook voor de grote farmaceutische bedrijven. Dat gaat voor de banken aan de Zuidas en de andere multinationals. Al die mensen die het pasje van het torentje wel hebben. Maar niet opnemen als er gewoon moet worden bijgedragen. En niet alleen omdat wij het willen, maar ook omdat hun eigen werknemers behoefte hebben aan een fijne woning. Behoefte hebben aan goede zorg. Een goede leraar voor de klas willen. Mensen, als we weer durven. Als we gewoon weer durven om de balans te herstellen. Dan kunnen we heel ver komen. En de Partij van de Arbeid staat te popelen. Staat te popelen. Om onze alternatieven te laten zien. Zeker zijn van goed werk. Dat betekent dat ieder mens beschermd is. Dat we alle werkenden, van de riders van Deliveroo tot de jongeren die er niet tussen komen, van de oudere werknemers die met angst en beven kijken naar het nieuwe ontslagrecht, dat we al die werknemers, al die werkenden bescherming bieden. Dat hoort in een moderne samenleving. Zeker van goed werk. Het betekent dat we zeker willen zijn van een eerlijke toekomst. Wij willen de grondwet aanpassen, omdat we vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Dat ieder kind recht heeft op de gelijke kansen. Wij vinden dat het prachtig is dat sommige ouders geweldig veel geld kunnen uitgeven aan bijles en extra ondersteuning. Maar wij vinden dat in dit rijke land ieder kind een eerlijke toekomst verdient. Wij vinden dat het tijd is om te zorgen voor een fijne woning voor iedereen.
En we denken dat het kan. Als we ervoor durven te kiezen dat we weer zelf gaan bouwen. Als we het weer naar ons toe trekken, dan kan dat. En, zeg ik tegen dit kabinet, een eerlijk klimaatbeleid. Wij stellen voor om een CO2-heffing in te voeren. Een CO2-heffing die betekent dat de grote uitstoters, degene die het meeste schade aanrichten aan onze planeet, gaan betalen en gestimuleerd worden om snel te vergroenen. Dat zijn we verplicht aan de nieuwe generatie. Dat zijn verplicht aan al die Nederlanders die wel degelijk willen helpen, maar niet als de rekening weer bij hen komt. En we zijn het verplicht en het kan ook. En wij hebben het kabinet gevraagd, of liever gezegd het planbureau, daar heb ik iets meer vertrouwen in, om ons plan uit te rekenen, zodat als de 600 maatregelen van Klaas Dijkhoff, van iemand weer terugkomen, dat er ook een goed plan ligt om eerlijk klimaatbeleid te voeren. Wat er nodig is, is lef. Wat er nodig is, is de bereidheid om het eerlijk te delen. En wat er nodig is, is dat we weer kiezen voor zekerheid. En wat er ook nodig is, is dat er leiderschap getoond wordt. Dat we geen gekibbel zien in de krant, maar dat we leiderschap tonen. En dan mis je iemand als oud-premier Wim Kok des te meer. Wim Kok, de premier van alle Nederlanders. Een staatsman. De grote vriendelijke reus. Waarvan je het gevoel had dat iedereen er wel een beetje tegenaan mocht leunen. De man die fatsoenlijke politiek, het overbruggen van verschillen en het vinden van oplossingen die in het leven van gewone mensen altijd je doel moest zijn, tot kunst verhief. En we gedenken hem met respect en met dankbaarheid. En ik vraag u, nu we Wim Kok gedenken, gaan er onherroepelijk in je hoofd ook andere gezichten voorbij. En ik zou willen vragen, wat is eigenlijk het meest kostbare dat je hebt? En dat zijn voor stuk, voor jullie allemaal en voor mij, je geliefden, je familie, de mensen om je heen, de plek waar je vandaan komt. Het zijn allemaal dingen die de markt niet voor ons gaat regelen. Het zijn de dingen waar je elkaar voor nodig hebt. En onze dromen als sociaaldemocraten gaan niet over beurskoersen, maar over een betere toekomst voor ieder mens. Onze dromen als sociaaldemocraten gaan niet over aandeelhouders. Die gaan over een onbezorgde oude dag voor ieder mens. Onze dromen gaan niet over fusies en overnames, maar over hoe mensen met elkaar omgaan. Een fatsoenlijke samenleving. Maar om te kunnen dromen, om te durven dromen, moet je je zeker voelen. Pas als je vaste grond onder je voeten hebt, dan kan je hoog springen. Dat is waarom de Partij van de Arbeid sinds onze oprichting strijdt voor die zekerheid, die vaste grond voor ieder mens in Nederland. Dat is waar de strijd nu over gaat. Dat is waar de strijd in maart over gaat. Dat is waar de strijd in mei over gaat. En die strijd die voeren wij niet alleen. Die strijd die voeren we met al onze kandidaten in de Staten. Die strijd die voeren we met Meili voor de Eerste Kamer en een prachtige lijst. Die strijd voeren we met Frans, onze man in Europa. De stem van Nederland in Europa. Die strijd die voeren we met de leerkrachten die in actie komen. Die strijd die voeren we met de politiemensen die ons veilig houden. Die strijd die voeren we met de militairen die hun leven voor ons wagen. Die strijd die voeren we met alle werkenden die dit land dragen, met de vakbonden die zich weer laten horen. Die strijd die moeten wij voeren met ieder mens die snakt naar een beter leven. Die strijd die voeren we met z'n allen voor een land dat eerlijk is, dat zeker is, voor een beter Nederland in maart, in mei en desnoods daarna met z'n allen binnen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.